Goed. Dames en heren, goedemorgen. De sjoe van vanochtend is aangekondigd onder de naam: is er verband tussen ozon, de verwoesting van de tempels, ICT en emuna, vertrouwen in of op Hashem? Ik hoop dat ik alle vier de delen een beetje kan aanraken vanochtend. Ik heb heel veel te vertellen eigenlijk. Maar ik weet niet of me dat gaat lukken in pak een beetje 55 minuten op de Zoom. Zo niet, dan laat ik het aan Paul over of er een vervolg komt van dit onderwerp, ja of nee. En ik ga proberen of ik u zo goed... Wat? Ik zeg ja hoor. Oh, of ik u zo goed mogelijk kan meenemen in hoe we hier gekomen zijn en waar we dan verder gaan. En hoe we gekomen zijn, dat is eigenlijk, het is een serie, dat weet u, de mensen die hier al vaker geweest zijn over ozon, die weten dat. Er zijn ook bij mensen die hebben wat gemist misschien. Ik geef alleen even de vragen door die we onszelf gesteld hebben. En ik kom dan vanzelf naar het onderwerp, het eerste onderwerp van deze shiur. De vragen waren of je gelooft. Er wordt niet gevraagd waarin je gelooft, maar of je gelooft. Daar kwamen enorme reacties op. Wie gelooft niet? Wat is geloof? Geldt geloof voor man en ook voor vrouw? Is geloof zichtbaar? Is het bewijsbaar? En als dat zo is, wat dan? En waar is dan Hashem? Dat is een van de belangrijkste vragen die we geprobeerd te beantwoorden. We hebben gezegd, God is overal. Ik heb u verteld over de 64.000 vierkante kilometer die door de Gemara wordt aangegeven voor de oppervlakte van de hemelen en de ruimte tussen die hemelen in. Met andere woorden, als je dat doet, maal, ik denk dat het ongeveer 13 is. 64.000 keer 13, moet even een basvraag hoeveel dat is niet zo belangrijk. Dan als God zou wonen in de zevende hemel, dan zou je dus ongeveer kunnen bepalen hoe ver eigenlijk Hashem van de wereld afstaat. Dus letterlijk besturen op afstand, want hij is overal, hij is ook vandaag hier. Hij is zelfs in ons, dat hebben we bewezen. Twee manieren. A, analoog aan de vorige shiur, we hebben allemaal een neshomme gekregen. Die is in ons, die neshomme die komt van Kodesh Borgu. Als de neshomme komt van Kodesh Borgu en is een deel van Kodesh Borgu, en dat wou ik er straks niet onderbreken, dan is die neshomme net zo eeuwig als Kodesh Borgu zelf. Want ik denk dat het een gevalletje is tussen de vraag van wat is er eerder, de kip of het ei. Ieder mens krijgt een ziel, of het nou een Joodse ziel is of een niet-Joodse ziel, dat maakt verder niet uit. En voor ieder mens moet er dus een ziel zijn. Met andere woorden, het aantal zielen zal oneindig zijn, zolang de mens zich in staat acht om zich te vermenigvuldigen en de aarde het houden kan. Nou, dat is even een filosofietje tussendoor. De tweede reden waarom we denken dat God ook in ons is, dat is omdat wij geschapen zijn naar, zoals we dat mooi noemen in het Nederlands, zijn evenbeeld. En als wij met z'n allen, allemaal mooi of nog mooier geschapen zijn naar Gods evenbeeld, dan is dat tevens een bewijs voor het feit dat er inderdaad een God is die in ons is en die bij ons is en waar we ons dus mee moeten bezighouden. En dan wordt er ook gevraagd, hoe ga je er dan mee om? En dat is een hele lastige, want u weet het, in de traditionele Joodse leer wordt er gezegd, maar trouwens ook in de niet-Joodse leer wordt gezegd, je moet je lichaam beschouwen als een tempel. En hoe doe je dat dan? Of doe je het helemaal niet? En dat heeft dan weer te maken met het vervagen van de normen en de waarden, want de mens is tegenwoordig nogal aan het veranderen, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen, veranderen, en heeft geen boodschap meer aan die oudere opvattingen die te maken hebben met, hebben een beetje eerbied vooral voor jezelf. Dat gezegd hebben, daar hebben we ook de vraag gesteld binnen ozon van hoe is dat nou? Mag ik leven of moet ik leven? Ja Bas, je kijkt heel verbaasd, maar het is echt waar. Mag ik leven of moet ik leven? En als ik mag leven, wat is dan mijn taak? En als ik moet leven, wat is dan mijn taak? En waarom mag ik wel leven en mogen die anderen niet leven? En dat raakt meteen het volgende deel, maar daar kom ik zo op terug. Vragen, mag ik leven of moet ik leven? Geldt voor ons allemaal. We mogen leven, anders zouden we op dit moment al niet meer geleefd hebben. We moeten leven. Moeten we leven? Ja, want we hebben allemaal, volgens grote opvattingen, een persoonlijke taak gekregen in het leven. Maar niet iedereen is zich daar zo van bewust. En niet iedereen is in staat en bereid om zijn leven zo in te richten dat hij probeert om een deel van die taak ook inderdaad letterlijk te vervullen. Nou, dat is een hele belangrijke, omdat dan daaraan gekoppeld is, en hebben we de vorige keer toch redelijk uitvoerig bij stilgestaan, over de vraag, mag ik mijn leven verdedigen of moet ik mijn leven verdedigen? En dat had er weer te maken met de opvattingen binnen de staat Israël, waar we straks ook uitvoerig over
gaan spreken. De mensen die zeggen van, ga jij maar in het leger en ik doe niet mee. Even heel simplistisch gezegd. Als je je leven moet verdedigen, dan zul je dat ook doen. Ik zal er straks ook voorbeelden van uitgeven vanuit de Joodse geschiedenis. En wat dat betreft stuiteren wij straks door de Joodse geschiedenis heen, vanaf helemaal in het begin tot en met vandaag. Want er is heel veel te vertellen in aansluiting. Hierop ga ik zo ook doen. Maar ik wil wel proberen om aan te geven wat er zoal gebeurt als je je niet kunt verdedigen en wat daar dan weer mee te maken heeft. Nou, bijvoorbeeld, als je dus zegt, ik moet mijn leven verdedigen, maar ik kan het niet. Dan ga ik terugkoppelen naar een aantal onderwerpen uit de Shoah. Want het is namelijk gebeurd in de afgelopen periode. Ik heb ongeveer 2 maanden geen Shiur gegeven. Was er op de Zoom een groot aantal momenten waarop je je kunt oriënteren op een aantal onderwerpen over de Shoah. Ik noem er een paar, ik heb ze allemaal gezien. Treblinka, een uitgebreid programma over Treblinka, inclusief een compleet miniatuurkamp waarin precies wordt uitgelegd hoe het kamp gewerkt heeft. Er is gesproken over het ghetto van Warschau, over het ghetto van Lodz, over Polen. En met name Polen, de rol van de soldaten die daar mede verantwoordelijk waren voor het ophalen, laat ik het voorzichtig zeggen, van de Joodse bevolking. Dat daar volgens deze documentaire maar weinig nazi's aanwezig waren, maar een heleboel soldaten afkomstig uit de Oekraïne. En ik heb gezien ook een documentaire over de Nuremberger processen. En waarom is dat van belang? Omdat er is gezegd, er zijn in de geschiedenis van de Shoah zeg maar ruim 7000 personen geweest die zich hebben beziggehouden met oorlogsmisdaden als het gaat om het vermoorden van Joden en de directe samenwerking daarmee. Daarvan zijn er maar enkelen in het totaal berecht. Alleen de hoofdpersonen, de mensen die de eindverantwoordelijkheid namen voor een aantal zaken, maar ook de mensen die konden worden gevangen en voor het gerecht gebracht. Dat moet ik er ook voorbij zeggen. Er zijn ook nog steeds mensen die niet gepakt konden worden en dus ook die processen niet konden krijgen. Dat is gebeurd in het kader van de Shoah, in het kader van je kunt je niet verdedigen. Ja, ik moet zeggen, gewoon zo. In het kader van je kunt je niet verdedigen. Als je je niet kunt verdedigen, dan is het vrij duidelijk, dan wordt er dus over jou en met jou gehandeld op een manier die je helemaal niet prettig vindt en leidt tot grote gevolgen. Dat hebben we ook gezien in de Joodse geschiedenis. Als je je wel kunt verdedigen, dan leidt het soms ook tot grote gevolgen. In ieder geval een poging gedaan om te laten zien dat je bereid bent om je te verdedigen. Wat dat betreft wil ik kort even melden de belangrijkste oorzaken van de achtergronden van de vastendagen zoals wij die de komende 3 weken gaan beleven. Met ingang van vanavond de treurvastendag van 17 Tammuz en daarna die van 9 Aaf. Want zo wordt er gezegd, op 17 Tammuz vonden er 5 rampen plaats. En nog een keer, ik heb u gezegd, we gaan echt van het begin tot het einde door de Joodse geschiedenis, maak je niet ongerust, ik weet wel waar ik het over heb. Moshe brak de stenen tafel op 17 Tammuz. Dat is dus de eerste uitgave, zoals ik dat pleeg te noemen, van de stenen tafel. De tweede uitgave van de stenen tafel bracht hij heel naar beneden. En die zijn ook gekomen als hele tafelen in de Aron, in de arken, terwijl de brokstukken van de eerste daarbij werden gelegd volgens de overlevering. Dan, in de eerste tempel konden geen offers meer worden gebracht, omdat er geen dieren meer waren. Ja, die dieren die waren er wel, maar die dieren die konden niet worden aangevoerd. Want er was een beleg rondom de stad en rondom de tempel en men zag geen kans meer om de dieren aan te voeren. En later zult u horen van mij dat er een, wat ze in Israël noemen, een Burma Road is aangelegd toen Jeruzalem werd aangevallen in de Milchemet HaShigur in de onafhankelijkheidsoorlog en het niet meer mogelijk was om Jeruzalem te bevoorraden, dat de genie van het Joodse leger een weg heeft gebouwd die leidde van buiten Jeruzalem naar Jeruzalem, waardoor het mogelijk werd om
de stad te bevoorraden. Dat is de ene mogelijkheid die er geweest is. De andere mogelijkheid was dat men heeft ontdekt een ondergrondse waterdoorgang, waarlangs ook een aantal zaken de stad zijn binnengekomen, zodat de stad zich redelijk lang kon verdedigen. Derde punt over 17 Tammuz uit de geschiedenis. De Romeinen braken door de muur van Jeruzalem ten tijde van de Tweede Tempel. Dus eerst gesproken over de Eerste Tempel, spreken we nu over de Tweede Tempel. Romeinen braken door de muren van Jeruzalem ten tijde van de Tweede Tempel. Dan, door de Romeinse soldaat Apostumus werd een Torahrol verscheurd en verbrand. Dat is op dat moment natuurlijk ook een zeer schokkende gebeurtenis, omdat men dat, gelet op de eerbied die men toen ter tijde had voor alles wat Kedusha had, alles wat heilig was, veel groter was dan tegenwoordig. En dan nummertje 5, in het Allerheiligste, in het Kodesh HaKodeshim, werd een afgodsbeeld geplaatst door de Romeinen. Door de Romeinen, die zetten er dus een beeld neer, waardoor het hele Kodesh HaKodeshim niet meer te gebruiken was. En het heeft geduurd tot de geschiedenis van de Maccabim, voordat de tempel weer zo was, laten we zeggen, schoongemaakt, dat hij weer enigszins geschikt werd voor de dienst ter ere van Kodesh Borgu. Mijn vraag aan u, de mensen die dit dus hebben meegemaakt in Jeruzalem, rondom Jeruzalem, waren dat nou mensen die vrijwillig gekozen hebben om daar te wonen en te leven, of ligt dat anders? Met andere woorden, deze mensen, zouden zij de vraag zichzelf hebben gesteld, moeten wij ons verdedigen, ja of nee? Misschien gaan we het verdelen, ja of nee? Ik hoor jullie denken. Ja, het is essentieel. En ik zal je ook vertellen waarom het essentieel is. Want deze mensen die woonden daar in de heilige veronderstelling dat zij deel uitmaakten van de erfenis van de meneer Israël, die gewoon recht had op Kanaan. Daar kwam de vraag helemaal niet op van, kan ik op Aliyah gaan, ja of nee? Moet ik me daar vestigen? Nee, we waren er al. Met andere woorden, deze mensen zullen totaal geen probleem hebben gehad, hoe vroom of hoe liberaal ze misschien ook waren, om zichzelf te verdedigen in het geval van beleg. En dat is ook gebeurd, Paul. Nee, even iets anders. Je zei, er zijn 5 dingen, maar toevallig was het gisteravond bij een ander sjoer. Er is nog een 6e. De Eerste Wereldoorlog is ook op Sjeboos-Batabbes begonnen. Ja, nou goed, dat kan erbij. Dat is inderdaad, ook een van die dingen die daaraan bijdragen. Het geeft dus een grotere betekenis aan de 17e Tammuz. Goed, dat is de eerste. En dan zullen we nog even kijken naar de punten die worden geplaatst bij Tisha B'Av. En bij Tisha B'Av is het als volgt. Dus 3 weken verder. De dag van Tisha B'Av, 9 Av, over 3 weken, morgen over 3 weken, vanavond over 3 weken. Wij rouwen en vasten onder andere, omdat de Bnei Israël hoorden op Tisha B'Av, naar die geschiedenis, dat zij nog 40 jaar door de woestijn moesten trekken, voordat zij Israël binnentrokken. Maar bovendien hoorden ze dat een groot deel van de bevolking die stap niet zou mogen maken. Met andere woorden, ze moesten zich ook voorbereiden op een groot aantal, laat ik het maar noemen, overlijdensgevallen binnen die 40 jaar met alle zorg en romslomp en sores van dien. En als je dan vraagt van hoe kon het volk dan de Israël binnengaan en toch vechten tegen de 7 volkeren die daar al woonden, kijkt u in het boek Joshua, we hebben er pas een haftara over gelezen, over de, onder andere gekoppeld aan de geschiedenis van de verspieders, de Meragelim, dan staat daar dat de Joden moesten vechten. En er staat ook dat, omdat Kodesh Borgo had beloofd dat hij het land in bezit zou geven van de meneer Israël, dat God zou helpen. Maar er moest wel gevochten worden. Door wie werd er dan gevochten? Werd er dan gevochten door de mensen die niet hebben deelgenomen aan die opstanden ten tijde van de verspieders? Of waren dat hun kinderen? En door wie zijn die kinderen dan opgevoed? Want als er telkens, laten we zeggen per jaar, ongeveer 15.000 huisvaders, want het zal toch om de mannen gegaan zijn, wegvielen, wie zorgde dan voor de opvoeding van die kinderen? En wie zorgde ervoor dat die kinderen werden getraind als soldaten? En wie zorgde ervoor dat daar geen
laten we maar zeggen, sociale misstanden ontstonden, spanningen ontstonden in de gezinnen die daar dan overbleven, omdat die zich toch weer moesten hergroeperen met de bedoeling om uiteindelijk na die 40 jaar, dat werd elk jaar behoorlijk geteld, toch dat land Israël binnen te mogen gaan. Er zijn weinig mensen die zich daar zorgen over maken, of die er vragen over stellen, of die erover nadenken. Maar voor mij is het een belangrijke vraag, want ik zie daar dus een groot deel van, laten we maar zeggen, de bevolking die in staat had moeten zijn om dit allemaal te doen, weggevallen. Terwijl het maar helemaal de vraag is of de bevolking die dan overbleef, of die in staat was om het te doen zoals het hier werd voorgeschreven en beschreven werd bij, in het boek van Jehoshua. Volgende punt over Tisha B'Av. Zowel de eerste als de tweede tempel werd verwoest en Jeruzalem werd ingenomen. Dat weten we. Dat is verschillende keren verteld, herverteld, verbeeld, et cetera. Dat is gebeurd en daar kunnen wij verder niks meer aan doen. Het enige wat ik eraan kan toevoegen is dat ten tijde van de Meraglim men zegt dat Kodesh Baruch Hu had besloten om voortaan de dag van Tisha B'Av, de negende Av, voor altijd als een rouwdag te bestempelen. En met andere woorden, het is niet onmogelijk dat er nog meer nare dingen zullen gebeuren op 9 Av in de toekomst. Aan de andere kant is er ook een mening die zegt dat ooit Tisha B'Av zal worden tot de grootste jonte van allemaal, als we namelijk de kans zouden mogen krijgen en beleven om de komst van de derde tempel nog te kunnen aanschouwen. Dus er zijn twee verschillende opvattingen hier. Aan de ene kant de goddelijke uitspraak van het blijft een dag van rouw voor wat er ook gebeurt. Aan de andere kant, maar als het zover komt dat die derde tempel komt, dan wordt het anders. En ja, en wie moet dat dan veroorzaken? Daar hebben we het vorige keren al uitvoerig over gehad. Misschien even aan toevoegen dat yes, de derde tempel niet gebouwd zal worden, maar hij komt uit de lucht. En geheel uit de hemel neerdalen. Ja? Klopt, klopt. Ik heb dat verteld al de vorige keer. Je hebt het goed onthouden. Ja, ja. hij komt inderdaad. En waarom? Maar dat is veel belangrijker. Waarom is veel belangrijker dan waarom dat zo is. Ik zal het je uitleggen, althans proberen uit te leggen. Ik heb er ook een plaat van, maar die kan ik niet laten zien. Althans, ik kan het wel laten zien, maar die is veel te vaag zo. Het gaat als volgt. Als je wil voorkomen dat er een politieke, dan wel een godsdienst, wereldoorlog ontstaat bij de komst van de derde tempel, dan zal dat op een dusdanige manier moeten gebeuren dat niemand twijfelt aan het feit dat die tempel komt op Gods gezag. En dat kan alleen maar door die inderdaad door uit de hemel te laten komen, te laten aansluiten op de aarde en niets te vernietigen. Want het plaatje wat ik heb, dat is een tekening van de derde tempel die getekend is naast de moskee. En over die moskee mag je zeggen wat je wil, maar dat is niet onderwerp voor vandaag. Maar die derde tempel die wordt geplaatst op de tempelberg, maar naast de moskee. Dus is net een paar meter naast de plek waar het altaar gestaan zou hebben. Maar een kniezooi die daar op dit moment op let. Ja. Natuurlijk. Er staat, ki ata Hashem ba'esh hit satau ba'esh ata atit livnota. Ja, dus met vuur zal die weer gebouwd worden. De uit de hemel komen als een vuurbal. Dat kan. Dat kan, dat kan ook. Dat kan ook, zodat het kan klaar uit de hemel komt. Ik ben er niet bij. Dat lezen we in de Agen. Je zal er bij gezond wel bij zijn. Dat hoop ik, ja. Jij ook, maar nog een keer. Ja. Dan mag je over fantaseren en preluderen, et cetera. Maar dat is niet waar het om gaat. Die derde tempel, en dat is wel waar het om gaat, die zal er dus zo komen dat het voor niemand te betwijfelen is, door niemand te betwijfelen is, dat die tempel komt op gezag van Kodesh Baruch Hu zelf. Het laatste deeltje, het laatste argument voor Tisha B'Av gaat over de stad Betar. De stad Betar werd verwoest in het jaar 136 tijdens de tweede opstand van Bar Kokhba. En dan heeft u van mij de belangrijkste redenen waarom we die vastendagen vieren gehad. Even kijken, ik kan het zo niet laten zien. Even kijken. Kan ik het wel laten zien? Kan ik het niet laten zien? Kijk, ik weet niet in hoeverre dat duidelijk is als ik dit zo doe. U ziet, ik even zelf naast gaan zitten. Kan u een beetje zien? U ziet er dus de moskee en daarnaast de derde tempel getekend. Als zijnde een bouwwerk. Hoe die daar gekomen is, weet ik niet. Hoe de aansluitingen zijn, weet ik ook niet. Maar dat is qua fantasie de mogelijkheid om die derde tempel te hebben of te krijgen. Nou. Wim Herro, wil je mij nog? Oh, mijn.
hebben het dus gehad over verdedigen en niet verdedigen. Niet verdedigen ten tijde dat we overheerst werden, dat er mensen achter ons aanzaten met alle gevolgen van dien, heb ik uitvoerig besproken. Onder andere het verzet in het ghetto van Lodz. Maar ook de mogelijkheden om je wel te kunnen verdedigen. En ook daar heb ik via een documentaire kennis van kunnen nemen. En dat was werkelijk een adembenemende documentaire. Die is uitgestuurd door de South African Jewish Report. En de titel van die documentaire was De Beurs, de geboorte of de Israëli Air Force, oftewel van de Israëlische luchtmacht. Want als u zich nog een klein beetje kunt herinneren de bijzonderheden van de Milchemet HaShigur, de onafhankelijkheidsoorlog van Israël, er was eigenlijk helemaal geen luchtmacht. En daarom hadden de Israëli's in de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 de grootst mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat ze de Arabische legers zo konden aanvallen dat die op zijn minst niet verder gingen, maar ook doodsbang werden voor datgene wat er allemaal gebeurde. En deze documentaire die is gemaakt door niemand minder dan de zuster van Steven Spielberg. Ze heet Nancy Spielberg. Het is echt een adembenemende documentaire. Ik heb er volgens mij de link ook nog van. En zij laat prachtig zien hoe de Israëlische luchtmacht werd gevormd door middel van aankopen vanaf nou bijna over van heel de wereld, met name vanuit Tsjechoslowakije, waar een heleboel wapentuig en onderdelen was verzameld vanuit de Tweede Wereldoorlog. En er waren verschillende mensen vanuit Israël die daar naartoe werden gestuurd. Kun je ook onder andere lezen, volgens mij zelfs in het boek Exodus, die daar naartoe werden gestuurd om te zorgen dat er aankopen werden gedaan, waardoor Israël het leger kon opbouwen. En dat gebeurde ook ten tijde van het staakt het vuren. En toen men in staat was om hele vliegtuigen, maar nog niet functionerend, te demonteren, te verschepen en vervolgens weer aan boord te krijgen, te monteren en gevecht klaar te maken. En uiteindelijk bestond die oorspronkelijke Israëlische luchtmacht uit wel 4 vliegtuigen. En dat was meer dan niks. En met die 4 vliegtuigen konden zij heel goed de Arabische legers schrik aanjagen, want dat hadden ze totaal niet verwacht. En op die manier laten zien van kijk, wij kunnen onszelf verdedigen. En dat thema van wel of niet verdedigen van je leven, dat komt natuurlijk nu steeds voorbij. Omdat het via verschillende onderwerpen besproken kan worden. Met wie spreek ik? Israël verdedigt zich. En Israël doet dat op vrij wereldschaal. Als je kijkt naar wat er gebeurt op dit moment, dan is het zo dat er wordt door de grootmachten in Israël op dit moment enorm geïnvesteerd. Aan de ene kant is er Rusland, moet ik bijna zeggen, geweest. Rusland is op dit moment voor Israël niet zo interessant, omdat meneer Poetin, grote vriend van Netanyahu overigens, zijn ze vele keren geweest, andere zorgen heeft en aan de andere kant ook rustig moet worden gehouden, omdat Israël bang is dat Rusland anders vanuit Syrië vervelende dingen gaat doen. Rusland is op dit moment minder interessant, maar een land als China is dat wel. En ik las dat bijvoorbeeld de haven van Haifa voor een groot gedeelte Chinees eigendom is. Moet u zich dat even voorstellen. De haven van Haifa is voor een groot gedeelte Chinees eigendom. Chinees eigendom. Er was nog een ander onderwerp dat Chinees eigendom werd genoemd, maar dat ben ik even vergeten. Maar kijk naar wat China aan het doen is. China probeert op dit moment, als die grote macht vanuit het oosten, partijen bij elkaar te brengen waarvan je nooit verwacht had dat het zou kunnen. Zoals Perzië en Saoedi-Arabië, dan zijn ze druk bezig. In eerste instantie was het overigens zo dat Israël zelf met Saoedi-Arabië in vrij vergevorderd stadium van contact was. Er is ooit een bericht opgedoken van een generaal uit Saoedi-Arabië die ineens aankwam op Lut en die als zodanig daar werd gesignaleerd met grote vragen tegen wat komt die daar nou doen en die is gesproken met Israël, et cetera. Toen was er dus al een verband tussen Israël en Saoedi-Arabië omdat men bang is voor Iran
en de landen om Iran heen zich graag willen verzamelen rondom Iran, opdat ze wat sterker zijn. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, China, dat probeert om vrede te stichten tussen Saoedi-Arabië en Iran, voor zover dat mogelijk is. Maar dat doen ze niet alleen maar uit geopolitieke overwegingen. Dat doen ze ook voor een groot gedeelte om hun eigen enorme investeringen in Israël veilig te stellen. Want wordt gezegd dat China de grootste investeerder is in Israël van de grote landen. Groter dan Amerika, waar ik zo dadelijk op terugkom. Met andere woorden, is het zo waarschijnlijk dat er grote oorlogen kunnen ontstaan als je gaat kijken naar alle investeringen die deze en gene partij in de andere partij doet en op die manier met oorlog die investeringen in de waas gaan stellen? Is het een reëel gevaar dat oorlogen zullen ontstaan alleen maar uit andere overwegingen dan economische geopolitieke? Zou het dan toch godsdienstig zijn of is dat niet zo? En ik ben geen profeet, ik zeg altijd, ik hoor bij het volk van de profeten, maar ik heb de gaven niet. Ik denk dat het dus inderdaad wel heel lang zal duren voordat men elkaar werkelijk in de haren vliegt, omdat dat grote gevolgen zal hebben voor de eigen aanvallende partij. Hoe is nu de situatie? De situatie is dat meneer Joe Biden, een beetje meester GB Hilterman vandaar, maar vooruit moet kunnen, Joe Biden die stelt een soort van persona non grata in voor Bibi Netanyahu. Hij heeft hem, zolang hij als aan de macht is, nog niet ontmoet. Misschien wel gesproken, zeker gesproken. Want Israël heeft al weken van tevoren, voordat ze Jenin binnenvielen, Amerika op de hoogte gesteld van het feit dat ze het gingen doen. Meneer Biden die zegt tegen Netanyahu van, sorry jongen, maar je gaat zo tekeer, ik moet je nog even niet zien. Nou, zegt Netanyahu, ik heb nu behoorlijk lang op je gewacht. Het was 75 jaar Israël. Uitvoerig Amerika bedankt voor alle bewezen diensten, al het geld, alle hulp, alle militairen, et cetera, de wapens. Hartelijk dank, Joe Biden, we maken aan zijn Shabbos en Mishaberen voor je. Maar je moet je wel realiseren dat als je mij niet wil ontvangen, dat ik wel even de andere kant op kijk. En wat doet Netanyahu? En dat gaat hij doen in deze maand. En ik weet niet of dat in Israël al bekend is, maar ik las het, ik mag het aannemen dat het inderdaad wel bekend is. Meneer Netanyahu die gaat met een grote Israëlische delegatie wederom naar China, waar hij voor het laatst was voor in het jaar 2017, getuige een foto van hem en zijn vrouw op de Chinese muur. En hij gaat daar niet voor de lol naartoe, want hij begrijpt heel goed, zoals meneer Xi in China dat ook heel goed begrijpt, dat er natuurlijk grote belangen op het spel staan. En dat zijn niet de militaire belangen, hoewel de wapenindustrie natuurlijk overal van bijzonder grote betekenis is, maar dat zijn de andere belangen waarvan ik er een deel daarnet heb geprobeerd te noemen. Au, zegt meneer Joe Biden, jongen, dat moet je niet doen. Want als je dan de Chinezen toelaat in Israël, dan krijgen zij kennis en kunde over alle westerse uitvindingen en technologie. En dat wil ik helemaal niet. Nou, ze zeggen, ja, dan moet je wel ontvangen. Nee, dat bijna doe ik niet. Oké, wat gebeurt er nou in Israël? Dan komt er, vorige week of twee weken geleden in het NIW heeft gestaan, maar ik had het ook al eerder gelezen, er komt een bericht over een enorme investering in Israël van een ICT-bedrijf. Ik heb gezegd, er is een verband tussen ozon, de verwoesting van de tempels, ICT en emuna, vertrouwen in Rob Hashem. Ben dus nu gekomen bij ICT. Wat gebeurt er op het gebied van de ICT? Op het gebied van de ICT gebeurt het volgende. Er is een groot bedrijf, een groot Amerikaans bedrijf, waar iedereen mee te maken heeft. En dat grote bedrijf, dat heeft hier het volgende bericht uitgegeven, of laat ik het anders zeggen, over United with Israel. En meneer Ben Rappaport, een journalist Ben Rappaport, die heeft een stukje geschreven over het volgende onderwerp. En ik lees dat even voor. Grootste internationale investering ooit. Intel opent nieuwe fabriek in Zuid-Israël. Als je even kijkt op je computer, dan zie je Intel staan met een blauw stickertje, allemaal zowat aan de linkerkant, is vrijwel in elke computer aanwezig. Een investering van 25 miljard dollar moet duizenden nieuwe banen creëren in de stad Kiryat Gat. Kiryat Gat ligt in de driehoek tussen Jeruzalem, Tel Aviv en Be'er Sheva ongeveer. Een investering, en ik heb nog net gezien, een stad van ongeveer, denk ik nu,
een 60.000 in aantal inwoners. Een investering als deze is een uiting van vertrouwen in de Israëlische economie en haar hoogwaardige mankracht. Dit herhaal ik even, want het heeft weer te maken met het volgende onderwerp. Hij zegt dus, het is een investering als deze is een uiting van vertrouwen in de Israëlische economie en haar hoogwaardige mankracht. Er is bijvoorbeeld van Microsoft ook al een vestiging van Israël, hoorde ik, zag ik ook, met ongeveer 14.000, 15.000 medewerkers alleen in Israël. Er zijn meer, laten we maar zeggen, ICT-gerelateerde bedrijven die in Israël grote vestigingen hebben. Maar dit slaat werkelijk alles, want dit gaat inderdaad ook voor duizenden mensen aan werk betekenen. Wat schrijft hij? De Amerikaanse fabrikant van halfgeleiderschips Intel gaat een nieuwe fabriek vestigen in de Zuid-Israëlische stad Kiryat Gat met een investering van $25 miljard, melden Reuters zondag. Dus de bron is Reuters. De fabriek moet in 2027 worden geopend en zal in ieder geval tot 2035 in bedrijf zijn, voegde Reuters eraan toe, daarbij verwijzend naar het Israëlische ministerie van Financiën. Het ministerie zei ook dat Intel onder de deal een belastingtarief van 7,5% zal betalen, een stijging ten opzichte van de huidige 5%. Aan de andere kant, in ruil daarvoor zal Intel volgens Calcalist een subsidie ontvangen in overeenstemming met de wet ter aanmoediging van kapitaalinvesteringen ten bedrage van 12,8% van het investeringsbedrag onder voorbehoud van het behalen van de doelstellingen. Tot zover de mededeling zoals ik die heb ontvangen. Is dit nou net nieuws of niet? Het toeval bestaat niet, dus kan ik het aantonen. Want mijn contact in Israël, Mirjam, die dit onder andere aan mij gestuurd heeft, maar ik had het ook al zelf gezien, en ik krijg die berichten gelukkig zelf ook. Ze zegt, vaak moet ik nog terugdenken aan Kiryat Gat's beginjaren, toen haar grootste concern dat was van de, tussen haakjes, Argentijnse Yisrael Polach. Dat is een bedrijf, met andere woorden, de textielindustrie. Mensen die in Israël wonen en die luisteren, ik hoop dat ze dat bekend voorkomt, de fabriek van Yisrael Polach, textielindustrie in Kiryat Gat. Het laatst bezocht ik dat Intel-complex met de Yom HaShoah, toen ik door een subteam uitgenodigd was er over de Shoah te spreken. En dan komt het, maar ook kan ik nu met trots tussen haakjes vertellen dat ik in de 90e jaren de Engelse secretaresse was van een van de vele architecten die het eerste begin van deze fabriek bouwden. Met andere woorden, Intel is al bezig geweest vanaf de jaren 90 om voor te bereiden dat zij uiteindelijk in Kiryat Gat deze enorme investering kunnen doen en daar dan ook de vruchten van zullen gaan proeven. En dan mag je de vraag stellen, mag Intel dat onafhankelijk doen of zijn daar toch regeringscontacten voor nodig om ervoor te zorgen dat het inderdaad wordt gerealiseerd en gedaan wordt? Nou, als het gaat om de jaren 90 is het heel makkelijk, want dan is er ongetwijfeld onmiddellijk toestemming gegeven voor deze investering. Nu zou het misschien wel anders zijn, maar het is niet meer tegen te houden. En dus is Biden bezorgd over datgene wat er kan gebeuren als de Chinezen te veel invloed krijgen. En dus is er ook grote bezorgdheid over het feit dat als er zou moeten worden gevochten internationaal, wat er dan zou gebeuren. En dan zeg ik van nou, de belangen zijn ondertussen wederzijds zo groot dat dat misschien wel helemaal niet meer mogelijk is. Nou, dan hoef ik niet te vertellen dat er ook op het moment een groot aantal gebeurtenissen plaatsvinden die te maken hebben met verdedigen en niet verdedigen. Als je praat over raketaanvallen van welke richting ook, dan kan je daarop reageren door proberen zoveel mogelijk raketten uit de lucht te schieten. Dat is een vorm van verdedigen zonder dat je met mankracht hoeft te werken. Doe je het niet, dan zijn de gevolgen veel groter dan ze nu zijn. Andere vormen van verdedigen, zoals bijvoorbeeld wat nu gebeurt, zoals Donald Duck zegt, de aanval is de beste verdediging. Donald Duck, hè, dat is geen Joden, dat is de naam van niet, geen Joden, maar die zegt dat wel, hè, altijd in de strips, we altijd horen van Donald Duck, de aanval is de beste verdediging. Dat geldt voor de sport ook. Als je een teamsport hebt en je bent bang voor de tegenstander, nou probeer maar aan te vallen. En wie weet, misschien krijg je het inderdaad wel voor elkaar dat het gaat lukken. Nou, als dat zo is, dan is dat natuurlijk prachtig. Die aanval, die gebeurt dus ook nu bijvoorbeeld in Jenin. Die is net gebeurd. Volgens de teletext zullen de
zijn de Israëlische militairen nu bezig om zich terug te trekken. En ik heb gelezen dat men met wetenschappelijke apparatuur in staat is geweest om een tunnel te ontdekken en te neutraliseren die leidde vanaf een moskee naar een kleuterschool. Er staat alleen niet bij of het nou een Joodse of een niet-Joodse kleuterschool is, maar het feit dat het gebeurt, en het feit dat men dus... Er zijn geen Joodse kleuterscholen daar. Het is een Arabisch dorp. Het is een Arabisch dorp, maar het ligt toch tegen de grens aan? Ja, maar dit heeft niks met... Nee, ten eerste ligt het in de Somron. Is het een Arabische kleuterschool geweest? Ja, het is een Arabische. Ja. Maar een kleuterschool is een kleuterschool. Met andere woorden, waarom heb je een tunnel nodig vanuit een moskee naar een kleuterschool? Of in Arabisch is of niet? Beetje vreemd, toch? Of niet? Er wonen geen Joden in Jenin. Nee, er wonen geen Joden in Jenin. Dat vind ik ook volkomen logisch dat het niet zo is. Ja. Oké. Dan over Gaza. Over Gaza wordt vrij veel gepubliceerd. In Nederland vrij pro-Palestijns, elders neutraal of pro-Israël. Ik leg alweer een klein stukje voor. De media houden ervan Israëls blokkade van Gaza op te blazen, die volgens hen een openluchtgevangenis heeft gecreëerd. Dus Israël zou van Gaza een openluchtgevangenis hebben gecreëerd. Ten eerste, tegenargument, heeft Gaza een actieve economie, inclusief bloeiende markten en bedrijven, en duizenden inwoners van Gaza reizen om verschillende redenen naar het buitenland, waaronder onderwijs, medische behandeling en werkgelegenheid. Ten tweede is dit anti-Israëlische verhaal te vereenvoudigd zonder enige nuance. Ook dit komt van een van de internationale gezantschappen. En dan nog één, Israëlische veiligheidstroepen vielen maandag de huizen in Oost-Jeruzalem binnen van 16 huidige en voormalige Palestijnse veiligheidsgevangenen die terreurtoeslagen hadden ontvangen van de Palestijnse autoriteit en namen honderdduizenden shekels in contanten en eigendommen in beslag, waaronder auto's, et cetera, maar ook wapens. Is dit aanvallen of is dit verdedigen? Dus verdedigen. Dat is preventief aanvallen. Ja. Verdedigen kan dus ook preventief aanvallen zijn. Ja. Als je dus vindt dat je bepaalde dreigingen weg moet nemen door actie te ondernemen, dan ben je bezig om preventief aan te vallen. Maar uiteindelijk heb je gelijk, Frank, is het verdedigen. Jazeker. Want je probeert te voorkomen dat er dingen zullen gebeuren die je liever niet wil. De laatste uren dan weer verschillende raketten uit Gaza op Israël afgevuurd. En er is er maar één gedeeltelijk ontploft. Maar godzijdank zonder verdere gewonden. Maar ik heb gezien dat dat verwacht werd. Ja, nou. Maar wij kunnen nou eenmaal niet verder leven zonder deze mensen te laten verdwijnen. Want wij willen in vrede leven en deze Arabieren die gesteund worden door grote landen zoals Iran, et cetera, zijn alleen maar op oorlog uit en willen absoluut geen vrede met Israël. Maar het mooie is dat ze in elk van die Arabische landen ook geen vrede hebben. Klopt. Ja? Ik ga eventjes, neem even terug, Frank, als je het niet erg vindt, want ik heb nog meer te vertellen. Had ik al gezegd, want het is niet tot het Midden-Oosten beperkt. Ik heb ook, naar aanleiding van wat er hier in Nederland is gebeurd, een bijdrage te leveren, namelijk door een instituut dat in Nederland wordt genoemd, is wel heel grappig, Ad Kan, AD als voornaam en Kan als achternaam, maar dat je moet lezen als Ad Kan, tot hier. En niet verder. En wat staat er dan? Er is Ad Kans onderzoek beschreef Amin Abu Rashid als de centrale figuur van Hamas in Nederland. En wat gebeurt er dan? Meneer David Isaac van de JNS, die schrijft het volgende. En dit is dus gebeurd in Nederland en hij heeft het dus niet verzonnen. De maandag door Nederlandse onderzoekers aangekondigde arrestatie van een vader en dochter vorige week wegens grootschalige financiering van Hamas in strijd met de EU-sancties, de Europese sancties, was het directe resultaat van een Israëlische onderzoeksreis geproduceerd door Ad Kan, een Israëlische actiegroep.
heb je er wel eens van gehoord, Frank? De linkse, ultra-linkse actiegroep. Ultra-linkse achtergroep, heel goed. De serie Stula, wat plant betekent, werd in oktober en november 2022 uitgezonden op Channel 13 als een vijfdelige serie. Niets van gezien? Frank? Nee. Oké, misschien dat je nog drukker vindt. De serie Stula, wat plant betekent, werd in oktober en november 2022 uitgezonden op Channel 13 als een vijfdelige serie. De titel van de show verwijst naar de jonge Scandinavische vrouw die undercover ging als mensenrechtenactiviste om de connectie tussen de terroristische organisaties, antisemitische BDS-groepen en zogenaamde mensenrechtengroepen bloot te leggen. Nou, dat is die serie, die wordt in deze bijdrage dus door deze man genoemd. Maar het gaat om natuurlijk die Nederlandse vader en die dochter, die dus vreemde wijze bezig zijn om financieel Hamas te ondersteunen. En het ging om bedragen van boven de 5 miljoen. Herinner ik mij uit wat er in Nederlandse Joodse bronnen is gepubliceerd. Met andere woorden, het was niet weinig. Waar het geld vandaan kwam, nou, dat weet ik niet, daar durf ik ook niet op te speculeren, want dat is heel gevaarlijk. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er toch wel algemene middelen waren die op die manier naar Hamas zijn toegevloeid. De Europese commissies naar Hamas, ja. Ja, dat kan. Nee, dat kan, dat is zeker. Dat is zeker. En ook, nou, dan kom ik nu, ik heb nog ongeveer een kwartiertje. De ambassade. Er is een mannetje zitten, dus in de Palestijnse gebieden. Hij woont wel in Jeruzalem, maar hij zit dan in Ramallah. En in de tijd was dat zelfs de broer van. De homovriend van de Nederlandse ambassadeur, die daar zit in Ramallah, woont in Jeruzalem. Dus we hebben een. Een homo-echtpaar, de ene is ambassadeur in Israël en de andere is ambassadeur in Ramallah. Ja. Ik geef er geen oordeel over als je het niet erg vindt. Ik wil nog wel even terugkomen naar het laatste deel van de aankondiging van deze shiur, te weten emuna, vertrouwen in of op Hashem. En ja. De eerste vraag die ik hier wil stellen, dat is naar aanleiding van wat ik jullie heb verteld over Intel, er is dus gezegd, ze doen deze enorme investering, zoals ook vele andere bedrijven enorme investeringen in Israël doen, op grond van vertrouwen in de Israëlische economie. Nou, moet u zich wel realiseren dat de Israëlische economie weliswaar heel sterk is, maar dat niet altijd zo is geweest. Ik heb al eerder verteld dat in de beursnotering van de Nasdaq in New York een procent of 90 bestaat uit Israëlische bedrijven. Maar dat betekent nog niet dat de hele economie zo sterk is. Maar doordat het hele ICT-gebeuren en ook het wapengebeuren enorme uitbreidingen heeft ondergaan, wordt natuurlijk die Israëlische economie steeds sterker en wordt de shekel ook sterker. Mijn vraag, wat gebeurt hier nou als die bedrijven dit zo stellen, want we hebben dusdanige vertrouwen in de economie van Israël, wij durven te investeren in Israël. Is dat dan vertrouwen in de economie van Israël of is dat vertrouwen in iets anders? Dus ten eerste in de structuur van Israël en ten tweede omdat er hier vele goede koppen zitten en die daar werken, ja. En je noemt nou Intel, maar in de tijd was er ook in Kiryat Gat Pulgat, dat was een grote textielfabriek. Ja, nou, dat kan heel goed zijn. Dat kan best zijn dat die textielfabriek was van die meneer Yisrael Pollack, waar ik in het begin even over sprak. Misschien heb je dat net gemist. Een Argentijn die daar een Argentijnse fabriek die de textielindustrie daar opgezet heeft, in ieder geval daar uitvoering aan gaf. Dat kan. Maar mijn vraag nog een keer. Waar vertrouw je op? Vertrouw je op de economie of vertrouw je op iets anders? En wie vertrouwt dan? Ten eerste vertrouw ik op de economie. De economie is erg goed. En ten tweede vertrouw ik op de krachten die er zitten. Maar de Intel is niet nieuw. En die zijn al tientallen jaren dat ze hier in onder andere Kiryat Gat en ook in Petah Tikwa zitten.
He, dat is een, eigenlijk alle high-tech industrie, die zit hier over in verschillende plaatsen, in Herzliya, in Kfar Saba. Overal zitten deze grote high-tech industrie, ook Microsoft. Ja, dat heb ik verteld. Ja, dus en er is een, die linkse groep die hier een tijd nou al actie voert tegen de regering die het niet kunnen verkroppen dat rechts aan de macht is, doen dus allerlei acties en onder andere maken Israël zwart in de wereld en proberen mensen die investeren hier zich terug te laten trekken met allerlei sprookjes van Grimm. Maar het is gewoon zo dat deze firma's zich bijzonder goed gebaseerd hebben hier en veel werk doen. Ja, ze maken dus onderdeel uit van de Israëlische economie en ze stralen uit dat ze inderdaad vertrouwen hebben in de Israëlische economie. Maar is dat alles, Frank? En anderen misschien ook, is dat alles? Of is er misschien ook nog vertrouwen op de grote beïnvloeder van dit geheel, namelijk op Kurdisch Boerengoe zelf, die ervoor zorgt dat dit allemaal gebeuren kan? Want wat gebeurt er? Israël bestaat nu, is in het 76e levensjaar, om het even zo te zeggen, als je uitgaat van de oprichting van de staat Israël in 1948. Israël wordt steeds groter en sterker en wordt ook steeds belangrijker, ook in de wereld als het gaat om het geven van hulp aan alle mogelijke ontwikkelingslanden die daarom zitten te springen. Maar dat vertrouwen, is dat nou alleen op de Israëlische economie, wat ik altijd een vaag begrip vind, of is dat ook wat anders? Mag je er ook een religieuze component aan toevoegen? Kan het zijn dat de grote... Wacht even. Kan het zijn dat de grote bedrijven die bereid zijn om al dan niet met toestemming zulke grote bedragen te investeren in Israël, kan het zijn dat die voor een deel toch ook vertrouwen hebben in een hogere macht die ervoor kan zorgen dat ze daar succesvol kunnen opereren? Of is het puur materieel? Nou, dan ga ik eventjes terug naar Parshat Bashalach. Vayaminu Bashem Umashing Amdal. En dit is dus het antwoord op je vraag. De Netanyahu is een hele goede politicus en is zeer sterk gebaseerd in de wereld. Ja? En net wat je al aanhaalde, dat Netanyahu met de Chinezen spreekt en die meneer Biden is eigenlijk volkomen uitgekakt, die is seniel en die weet niet meer wat hij zegt. Dus die is binnenkort ook van het beeld weg. Nou, maar je zegt in Nederland, je weet wel wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt, hè? Ja. Nou, maar goed. Je draait toch om het antwoord heen. Ik begrijp heel goed wat je hebt aangehaald vanuit Bashalla, maar dat is niet waar het om gaat. Ik denk dat als je kijkt naar de Nasdaq in New York, waar 90% van de bedrijven Israëlische nationaliteit heeft, of in ieder geval in Israël gevestigd is. En als je kijkt naar wat er gebeurt in het algemeen, dat het niet kan zijn dat alleen de Israëlische economie daar het hoofdargument is om dit allemaal te laten gebeuren. En als straks Netanyahu terugkomt uit China en met die grote delegatie daar een aantal projecten heeft afgesproken die in China gaan plaatsvinden, waar ze ook nog wel Israëlische hulp kunnen gebruiken, zal je ook zien dat omgekeerd de Chinezen ook weer de mogelijkheden krijgen om in Israël aan de gang te gaan. En zo wordt die verwevenheid tussen die hele grote macht als China en Israël steeds groter. En hetzelfde was al gebeurd, heb je me net verteld, Frank, tussen Amerika en Israël. Met andere woorden, Israël wordt steeds meer het met name materiële terrein waar die twee grootmachten elkaar kunnen ontmoeten en waarvoor ze ook bang zijn. En kijk nou maar naar Nederland. Als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt met die chipsfabrieken bijvoorbeeld, die chipsmachines, waarvan dus steeds moeilijker wordt om ze nog te kunnen exporteren, met name naar China. Ook dat is voor een gedeelte Amerikaanse technologie. En ook daar krijg je te maken met verboden van je mag ze niet meer verschepen. Maar dat is heel anders, dat is militair strategisch, dan dat het gaat om al dan niet het hebben van vertrouwen in ASML bijvoorbeeld.
Ja, waar een heleboel mensen met groot plezier in investeren, dat wel. Ik moest vertellen dat hij die Arabische boycotts. Nou, en dan staat er ook jullie boycotten Israël. Maar weet je dat de chips Israëli zijn? Dit is Israëli en dit is Israëli. Je mag die hele mobiele telefoon en je mag die computer helemaal niet gebruiken. Hè? Ja, dat kwam er met name uit België, die argumenten van ze gaan de telefoons verbieden of iets dergelijks. Ja, onderdelen komen alleen maar uit Israël vandaan. En ze hebben wat dat betreft dus een hele sterke positie om te kunnen zeggen van nou, wie niet horen wil, moet dat maar voelen. En dan leveren ze niet meer. Aan de andere kant hebben ze daar dan ook diezelfde economische schade van. Dat kan allemaal. Maar nog een keer, mijn vraag draait om hoe kijkt de wereld, de mensheid, de regeringen, de landen aan tegen het begrip, heb je vertrouwen in Hashem of niet? Is het alleen materieel de economie van Israël, of is er meer? Is er iemand die daar iets wil van zeggen? Het is moeilijk, hè? Nou, dan stel ik voor dat jullie daarover gaan nadenken tot de volgende keer. Want het is best wel een interessant onderwerp als je kijkt naar wat er gebeurt. Het is precies hetzelfde als wat je doet als je op Aliyah gaat. Ook dan moet je, en zeker als je als jongere gaat, het vertrouwen hebben dat je als jongere in staat wordt gesteld, en zo zeg ik het ook letterlijk, om je daar te vestigen en al daar werk te vinden en al daar een bestaan op te bouwen. En dat is niet aan iedereen gegeven. Nou, je spreekt op dit moment met een van degenen die jouw antwoord dan meteen kan beantwoorden. Hè? Jouw vraag meteen kan beantwoorden. Doe mij. Ik ben hier in 73... naartoe gegaan, toen was ik nog geen 22. En heb ik me hier opgebouwd en gevormd en getrouwd en kinderen. En Hashem, ik heb dan een paar kinderen en kleinkinderen. Ik heb 3 zoons en een bekoverlies aantal kleinkinderen, wat binnenkort het nummer van Bar Mitzvah wordt. Dus ik heb me dan wel gevestigd als enige van de familie Heilbron en Levi met dit aantal kleinkinderen. Joodse. Ja, maar jij bent dus de positieve uitzondering op de regel. Ik kan je ook vertellen dat er bijvoorbeeld in Manchester, waar mijn kinderen wonen, 2 dochters althans, dat daar een groot aantal gezinnen is komen wonen die oorspronkelijk op Aliyah waren gegaan, terug zijn gekomen omdat ze het niet redden. En al daar een nieuwe shul, een dusdanig aantal leden hebben geboden dat toen de shul openging, de shul alweer te klein was. Zoveel mensen kwamen daar zich vestigen om dan toch maar in Engeland wortel te schieten en opnieuw een bestaan op te bouwen. Met andere woorden, jij hebt het goed gedaan, Frank. Complimenten. Dat geldt niet voor iedereen, maar het hangt ook af van je eigen instelling en de mogelijkheden die je hebt en de omstandigheden waaruit je vertrokken bent. Of het zou lukken, ja of nee. Het kan niet voor iedereen even positief zijn zoals het bij jou zo is. En gelukkig zijn er een heleboel mensen bij wie het wel zo is. Ook van de mensen die hier vandaag luisteren en meekijken. Maar het is gewoon een feit dat het niet zo heel makkelijk is om zonder vertrouwen te hebben om Aliyah te gaan of dit soort dingen te doen. En er zijn mensen die zeggen van nou, God zal altijd wel helpen. Ik reken daarop. En dat is ook een hele gevaarlijke veronderstelling. Want dat gebeurt ook niet altijd, heb ik begrepen. Er zijn bepaalde mensen die de mitzwa van Kitit Zele Milchama en Roy Wega dan op dat moment dat ze die mitzwa zagen, hun broek enigszins bevochtigd hebben. inderdaad toen naar het buitenland zijn vertrokken op het moment dat ze dus plichten kregen om naar het leger te gaan. Ja, daar komt nog die mop vandaan en daar wil ik dan mee besluiten, want het is bijna 12 uur, van die mensen die op het vliegveld waren en waarvan dus werd gezegd aan de laatste, wil jij even het licht uit doen? Ja. Goed, ik mag jullie allemaal hartelijk danken voor het feit dat jullie naar mij kunnen luisteren. Ik hoop dat ik niet te veel schade heb aangericht. En de volgende keer zullen we wel zien waar het dan over gaat. Mag ik nog een vraagje stellen? Doet u. Dankjewel ten eerste, Max. Heel interessant. Al ben je geen profeet, zeg jij. Maar toch op grond van jouw kennis en misschien van Frank en anderen. Kan je voorspelling, een beetje voorspelling doen. Waar zal Israël zich richten op China en Rusland bijvoorbeeld, en zich afkeren van Amerika, of gaat hij beide markten bespelen als het ware?
Nou, als ik het moet antwoorden, dan zeg ik van je moet eigenlijk kijken naar Circus Netanyahu. Hij zal als een koorddanser op het koord moeten dansen, overal rekening mee willen houden, maar aan de andere kant toch ook wel het grote belang van Israël zelf willen zien. En dat doet hij ook. En hij is niet bang voor meneer Biden dat hij bijvoorbeeld de geldkraan zou dichtdraaien, want dat kan hij helemaal niet. Daarvoor is het het Joodse deel van de Amerikaanse bevolking veel te groot en veel te machtig. Hij zal dus blijven proberen om te midden van die grootmachten, en daar ligt Israël dus werkelijk precies tussenin, China, Rusland en Amerika, zo te manoeuvreren dat uiteindelijk Israël daar niet verkeerd uitkomt. En als dat toch gebeurt, dan moet Israël wel de schuld bij zichzelf zoeken. Want wij hebben als Joods volk een taak. En die taak, hoe je er ook over wil denken en spreken en doen, die is ons door God gegeven. En als wij dat met een korreltje zout nemen, of bijna met een heel pak zout nemen, dan doen we het niet goed. We kunnen het veel beter doen en zolang we dat blijven proberen en ook doen, zal het positief zijn. Maar als we het niet doen, dan wil ik niet weten wat er gebeurt. Heb ik zo je vraag voldoende beantwoord? Ja, ja, dank je wel. Ik vind het leuk dat je weer even gezien hebt. Ja, ja. Dank je. Oké, heel duidelijk. Ja? Ja. Tot zover. Hartelijk bedankt. Nou, we zullen een nieuwe datum. Ik heb al een datum. Wil je dat direct horen of moet je dat mailen? Ik heb vrij de eerste vrije woensdag is 27 september 12 Tishri. 27 september. 12 Tishri. Nee. Dat is de woensdag. Maandag is het Yom Kippur. Dat is de woensdag na Yom Kippur. Ja. Nou ja, dank voor de zekerheid die je me dan geeft. Nou, echt. Na Yom Kippur weet je het maar nooit. Maar ik zal proberen. De woensdag na Yom Kippur. Ik probeer. Het onderwerp voor me. Ja? Oké, prettige dag allemaal en tot ziens. Prettige dag. Dankjewel. Dankjewel, Max. Voorzichtig hier in het zuiden. In het westen, geloof ik. Er is al iemand omgekomen in Haarlem. Heb ik zo net. In een auto, er is een boom op de auto gevallen. Ja, helaas. Helaas. Goed. Ja. En prettige dag verder, iedereen. Yes. Dankjewel.